We gaan nu spreken met Redbert Strikwerda. Hij is hoofdtrainer van Heren 1 van Druisma Dynamo Volleybal. Goedemiddag, meneer Strikwerda. Goedemiddag. Ja, het zijn ook zware tijden voor jullie, hè? Nou ja, zware tijden helemaal niet, want we doen niks. Dus het zijn hele rustige tijden, hè? Dus, in een normale trainingsweek, en als we wedstrijden hebben, dan hebben die jongens heel wat meer te doen dan nu. Ja, oké, ja, zo kun je het ook opvatten natuurlijk, maar jullie waren zo mooi bezig in de competitie. We stonden bovenaan. We waren, in oktober hebben we nog één potje verloren en daarna hebben we alles gewonnen. En in de kampioenspool hebben we alles gewonnen. Ja. Dus we waren natuurlijk gewoon direct op weg naar het kampioenschap. Maar Bond heeft besloten geen kampioen aan te wijzen dit jaar. Oké, dat is de beslissing. Maar ja, hoe blijven jullie nu getraind en wel? Spelers moeten het natuurlijk zelf doen. Ja. Dat moeten ze wel eens vaker. En in zomerperiodes hebben ze daar natuurlijk ook mee te maken. Ja. Dus het is niet zo dat ze niks kunnen. Alleen dan hebben ze de mogelijkheid om te gaan beachvolleyballen of om in een fitnesscentrum ergens met gewichten krachttraining te gaan doen. Ja. Ja, die mogelijkheden zijn er nu natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Dus het is wel beperkter. En ik heb vorige week al wel wat creatieve filmpjes voorbij zien komen. Dus okay. Er worden kinderen gebruikt. er worden om te gaan gebruikt, weightliften? Als gewichten. Ja, die worden dan de lucht ingezwaaid. Of er worden buikspieroefeningen met kat boven het hoofd gedaan. Zo houden die spelers natuurlijk wel op een creatieve manier houden zich bezig. Ja. En we hebben uiteraard programma's gedeeld. Wat ze minimaal toch wel moeten doen. Mm-hmm. Om hun belastbaarheid op orde te houden. Ja, ja, maar maakt dat financieel voor jullie nu ook problematisch? Nou, de gevolgen zijn natuurlijk nog lastig in kaart te brengen. Dat het gevolgen gaat hebben, ja, daar ontkomen wij niet aan. Het is wel zo dat de stichting heeft wel aangegeven dat ze eigenlijk aan alle verplichtingen voor het lopende seizoen willen voldoen. Ja. Dus dat zou er dan op duiden dat zij hun financiën op orde hebben in de zin van dat ze het geld al binnen hadden gekregen wat voor dit jaar besteed zou moeten worden. Ja. Maar wat voor gevolgen het op langere termijn heeft, ja, daar ontkomen wij natuurlijk ook niet aan. De bedrijven die sponsoren, die zullen als eerste natuurlijk een streep halen door een sponsorbudget. Ja. En ervoor zorgen dat ze zelf hun eigen huishouding weer op orde krijgen. En dat ze hun mensen kunnen betalen en dat banen gehandhaafd worden. Mm-hmm. En daarna gaat sponsoring pas weer een rol spelen. Ja. Dus dat het gevolgen gaat hebben, dat is zeker. Ja. Dat probleem dat heeft natuurlijk elke sportclub. En, dus onze concurrenten hebben dat ook. En de teams in het buitenland hebben dat ook. Dus dat is overal hetzelfde. Dus het is eigenlijk net als met de huizenmarkt. Als die instort, ja, dan storten alle prijzen in. Dus als jij verkoopt, krijg je minder. Maar het nieuwe huis wat je gaat kopen, is ook goedkoper. Dus dat kun je dan weer tegen elkaar wegstrepen. Dus ik kijk daar niet negatief naar of zo. Okay. Het zal betekenen dat we misschien met z'n allen financieel een stap terug moeten doen. Maar dan is dat ook met z'n allen. Ja. En jullie team blijft wel precies hetzelfde ook weer voor volgend seizoen? Nee, er stonden toch wel een paar mensen op het punt om te stoppen bij ons. Om verschillende redenen. Ja. Een reden kan zijn dat je aan het einde van je carrière bent. Dat is wel een bijzonder einde natuurlijk. Nou. En een open einde, want je hebt niet om de prijs kunnen spelen waar je voor getraind hebt. Eigenlijk het hele, ja, niet alleen het afgelopen jaar, maar bij ons was het wel een traject van eigenlijk anderhalf jaar. Ja. De investering hebben we vorig jaar al ingezet. Dus het zou kunnen dat mensen die dan overwegen te stoppen, dat die dan misschien nog een jaar door willen gaan. Mm-hmm. Uh,
Er zijn spelers die wilden graag een stap naar het buitenland maken om naar een sterkere competitie te gaan. Mm-hmm. En ook hun kansen voor het Nederlands team te vergroten. Ja. Ook dat is lastiger. Ook clubs in het buitenland zullen lang wachten voordat ze hun financiën gaan besteden. En voordat ze weten wat ze kunnen. Dus ik verwacht eigenlijk dat heel veel teams wel een beetje hetzelfde eruit zullen zien als vorig jaar. Omdat er nou eenmaal niet zoveel mogelijk is om te gaan verplaatsen. Ja. Je bent gewoon een half jaar kwijt. Eigenlijk, dat is het. En dus die spelers die dan andere plannen hadden, ik denk dat ze daar in veel gevallen juist op terug zullen komen. Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, maar wij weten dus nog niet hoe ons team eruit ziet volgend jaar. Nee. Daar hebben we ook nog geen idee van. Net zo goed als dat er onduidelijkheid is voor ons aan de organiserende kant, is dat natuurlijk voor spelers ook. Die weten ook niet, moet ik nou gaan wachten tot ik misschien wel naar het buitenland kan? Moet ik, als ik van lager niveau kom, moet ik op dit moment die stap al maken? Is er wel plek in die topteams? Iedereen gaat natuurlijk een beetje naar elkaar kijken. Op het moment dat er een paar spelers links en rechts hun plek gaan bevestigen, dan zie je vaak dat de meeste poppetjes op hun plek gaan vallen. En dat zal dit jaar niet anders zijn. Nee. Maar hoe dat er nu uitziet, geen idee nog. Nee, ook weer afwachten. Ja, we moeten inderdaad bij alles moeten we afwachten met deze coronacrisis. Nou, ik hoop voor jullie dat het het volgende seizoen weer net zo succesvol wordt als waar jullie nu mee bezig waren met dezelfde mensen. En dat het er ook weer op tijd op kan starten. Dank u wel, Redbert Strikwarda, hoofdtrainer Heren 1 van Dynamo. Goed, graag gedaan.